Sinds de laatste Fed-vergadering laten aandelenmarkten een fors herstel zien en stijgen ook rentes hard. Maar tegelijkertijd wordt de Amerikaanse rentecurve steeds platter. Signaleert de obligatiemarkt hiermee een aankomende recessie? Zover gaan wij nog niet, maar we houden wel vast aan onze neutrale weging voor aandelen. De wereldindex zette half maart het laagtepunt van het jaar neer. Dit was de dag voor het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, de Fed. Die verhoogde, zoals verwacht, de rente en gaf aan daar voorlopig nog niet mee klaar te zijn. Ook gaf de Fed aan dat inflatiebestrijding ten koste van economische groei kon gaan. Een week eerder verraste de ECB de markt ook al door vast te houden aan zijn exitplan wat betreft ruimhartig beleid. Het is vrij opvallend dat sinds het Fed-besluit aandelenmarkten fors herstelden, terwijl ook rentes hard stegen. Daarbij is de rentecurve in de VS heel plat geworden. Deze is nog niet omgedraaid, dat zou een zeer duidelijk recessiesignaal zijn, maar het verschil tussen de korte en lange rente is minimaal geworden. Zelfs als de rentecurve omdraait, is dat geen reden om meteen in paniek te schieten. De recessie en het inprijzen ervan door financiële markten kan dan nog even op zich laten wachten. Oplettendheid is echter wel op zijn plaats. De totale impact van de oorlog in Oekraïne is nog niet duidelijk, waarbij ons basisscenario blijft dat de aanbodschok maximaal een jaar zal duren. Dit gaat ten koste van economische groei, maar zal niet leiden tot een recessie. Dat neemt niet weg dat met toenemende inflatie, verkrappend centraal bankbeleid en een lager groeitempo we richting het eind van de cyclus gaan. Daarom brengen wij steeds meer defensieve accenten aan in de portefeuille en houden wij vast aan een neutrale visie op aandelen. Binnen de regio's verschuift hierdoor onze voorkeur naar de VS ten opzichte van Europa. De Amerikaanse markt is wat defensiever, terwijl Europa meer de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voelt. Tot slot waren we wat betreft onze sectorvoorkeuren begin dit jaar al wat defensiever gedraaid.